Ik liep hier vanmorgen met Roxy een rondje en toen kwam opeens hier om de hoek een grote wolf aanzetten. In eerste instantie dacht ik dat het een herder was. En op dat moment keek de wolf mij aan en toen dacht ik, dit is een wolf, een echte wilde wolf. Op een gegeven moment wordt gevraagd naar je naam. Dus ik zeg, ja, daar komt ie. Mijn naam is Sylvia de Wolf, de Wolf. Dus de politieagent schoot in de lach. En toen vroeg ze nog wel van, het is geen familie van u. Nee, ik zei, nee, dat is het niet. Ja, mevrouw de Wolf, die wolf ziet. Ja, drie wolven. Als het 1 april was geweest, had niemand me geloofd.